ik ben Alwin, al jarenlang zanger en dat doe ik met volop passie en heel veel plezier. En voor allerlei soorten gelegenheden, dat kan zijn in feesttenten, dat kan zijn op verjaardagen, bruiloften, maar ook voor senioren en voor mensen met een beperking. En ik doe het altijd met heel veel passie en dat blijft ook uit optreden. Later werd verleden tijd, maar van jou krijg ik nooit spijt. De trein naar het geluk vraagt jou in te stappen. We hoeven geen enkeltje terug, laat alles maar zijn. De trein naar het geluk, je vindt daar een heel hoop terug. Donkere dagen, die zijn voorgoed voorbij. Ik ben heel vroeg begonnen. Ik ben eerst als drummer en zanger in allerlei bandjes terechtgekomen. En vervolgens ben ik daarna gaan zingen. En toen had ik echt zoiets van, goh, ik zou ook wel heel graag alleen willen gaan zingen. Want ik deed in die bands ook wel eens meekoren. Dus dan de achtergrondstemmetjes meezingen, zeg maar. En ik wilde heel graag voor dat drumstel staan. En zo is eigenlijk mijn liefde voor het zingen begonnen. En vervolgens natuurlijk jarenlang door blijven zingen. Het leuke aan het artiest zijn is dat je vanuit de liedjes die je maakt mensen heel blij kunt maken. En dat klinkt heel erg cliché, maar het is echt zo op het moment dat je staat op te treden en je ziet een lach op iemands gezicht of iemand is blij. Of soms doen we ook wel eens wat droevige liedjes dat je de mensen mee raakt, zijn, maar ja, dat is gewoon fantastisch. En elke keer als ik dat mag doen, word ik zelf ook weer een beetje geraakt. En dat is elke keer dat ik naar huis treed en denk, oh ja, het was hartstikke leuk om te doen. Ja. De mensen kunnen mij kennen, ik denk misschien wel van de havenzangers, daar heb ik 5 jaar mee mogen toeren. En met name het oudere publiek, die kennen natuurlijk allemaal de havenzangers van 's nachts tot 2, de countrydans. Mocht ik samen met Henk de Havenzangers doen. Ik heb in afgelopen jaar ook heel wat televisiedingetjes mogen doen, een klusprogramma. En natuurlijk het laatste I Can See Your Voice, wat in heel Nederland bekeken was. En ja, daar zouden mensen mij van kunnen kennen. Ja. Jij hebt veel meer dan andere vrouwen, daarom ben ik van jou gaan houden. Jij bent het mooiste in mijn leven, daarvan geniet ik elke dag. Jij laat het zonnetje steeds schijnen. Ja, de hoogtepunt in mijn carrière was wel het optreden van een muziekfeest op het plein van de Tros in Goes. Er staan er 7000 mensen voor je en dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Maar ook allerlei andere leuke dingen die ik heb mogen beleven. Optreden met bekende collega's, ontzettend leuke optredens. Nou goed, het laatste, dat I Can See Your Voice waar we meededen, was ook wel een hoogtepuntje. Dus eigenlijk allemaal hele kleine leuke dingen die ik mocht meemaken. In totaal hebben er 1,9 miljoen mensen aan Kensier voor zich gekregen. U in mijn leven, dan komt ie. 1, 2, 3, jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond. Jij bent zo'n mooie vrouw. Jouw ogen zeggen mij, mijn lieve schat, ik hou zo veel van jou. Ga met me mee. Uw liefste zegt die nee en laat me nooit meer gaan. Jij hoort bij mij als 1000 sterren rond de volle maan. Hartje! Dankjewel. De Stichting Hulp Gehandicapten ken ik al echt heel erg lang en ik hoorde net het getal 2001, dus dan praat je echt al over dik 20 jaar geleden. En ik heb altijd hele warme gevoelens, ik vind het altijd ontzettend leuk om te kunnen optreden, maar ook op te kunnen en te mogen optreden voor mensen met een beperking. Want de dingen die we dagelijks doen zijn heel normaal, zeg maar. Je gaat naar je werk toe, je gaat met je vrienden op stap, maar voor sommige mensen is dat niet altijd normaal. Maar het is toch leuk dat al die mensen toch binnen hun eigen kunnen heel veel dingen toch wel kunnen doen en dat is altijd iets wat mij aanspreekt. Ja, ik beleef de optredens altijd met heel veel plezier. Ik vind het altijd leuk. Wat ik altijd heel leuk vind, is de ongeremdheid van de mensen. Je gaat optreden, de orkestband start, het liedje begint en die mensen stappen gelijk af. Feest! En dat is gelijk bam vanaf het eerste moment. Er is geen twijfel over mogelijk. En wat wij nog wel eens hebben, dan een bepaalde remming hebben, dan we denken, nou kunnen we wel van onze stoel af of kunnen we wel een dansje maken. Geen enkele remming. Stappen gelijk op, hup, gelijk feest. Ja.
Ik werd gevraagd begin dit jaar om ambassadeur te worden van de Stichting Hulp op Gehandicapten. En dat is eigenlijk gegroeid natuurlijk vanuit al die jaren. En dat we elkaar steeds beter leerden kennen door mijn optredens bij de stichting. Het was voor mij echt een enorme eer. Omdat ik heb er ook echt gevoel bij met mensen met een beperking om daar iets voor te kunnen en mogen doen. En ook bij de optredens, daar geef ik altijd volop gas. En wat is mooi dat je dat dan nog een klein beetje kan verlengen met ambassadeurschap. En ik ben ook voornemens om mezelf er volop voor in te zetten en mee te denken met acties. We gaan dan het najaar bijvoorbeeld een mini-triathlon doen om te laten zien dat ik zelf heb bijvoorbeeld ook mijn ene been is korter dan de andere. Dat kan je ook zien als beperking. Ik voel dat zelf niet zo. Maar ik wil ook wel laten zien dat je daarmee toch heel veel dingen kunt doen. Onder andere ook gewoon een mini-triathlon, wat gewoon best een sportieve prestatie is. En dat gaan we koppelen aan een sponsoravond. Waarbij sponsoren mij kunnen sponsoren voor hetgene wat ik dan doe. En dan gaan we zoveel mogelijk centjes bij elkaar sprokkelen. En dat gaan we dan besteden aan de stichting. Een van de hoogtepunten vind ik zelf nog wel steeds het muziekfeest op het plein van de Tros in Goes. Dat je op een gegeven moment in je eigen omgeving staat, dat er 7000 mensen staan met allemaal bekende artiesten erbij. Dat was fantastisch. Maar eigenlijk, ik kijk altijd maar terug, zijn er heel veel leuke momenten geweest. Optreden met collega-artiesten. Ook waar wat, eigenlijk is Sheer Voice bijvoorbeeld, is ook hartstikke leuk. Als bijvoorbeeld natuurlijk 1,9 miljoen mensen daar naar kijken. Dat je bij de benzinepomp komt en dat ze zeggen, hey, je bent van televisie. Dat is natuurlijk hartstikke leuk en dat neem je altijd met je mee. Dus ik ben altijd wel iemand die terugkijkt en ik heb inmiddels heel veel leuke dingen mogen doen. Ja, je merkt als je op televisie komt dat er ineens heel veel pb'tjes binnenkomen en heel veel vriendschapverzoeken. Er komen elke dag denk ik wel 25 vriendschapverzoeken binnen. Dus ja, dat is wel bijzonder. Dus je merkt wel dat mensen het ook wel heel bijzonder vinden. Mijn toekomstplannen zijn eigenlijk om op de voet door te gaan zoals ik nu bezig ben. Alleen zou ik het net ietsjes willen uitbreiden. Dat meer mensen mij kennen, dat de fangroep nog wat groter wordt. We mogen al optreden in Nederland en in België en in Spanje. Maar ik zou met de liedjes die ik maak, zou ik het heel leuk vinden om net wat meer mensen kunnen bereiken. De liedjes die we nu op dit moment maken, dat zijn eigen liedjes. Die maken met een hele leuke club. En de fans die kennen die liedjes ook, die kunnen ze ook meezingen. Maar ik zou het heel leuk vinden dat heel Nederland die liedjes zou kennen en dat ze mee zouden kunnen zingen. Dus we zouden heel graag het hele land willen bereiken, zeg maar. Nou, de mensen kunnen best even kijken op de website op www.alwin.nu. Daar staan alle linkjes naar Facebook, naar Instagram, naar Spotify, naar iTunes. En daar staat dan de muziek op. En dan kunnen ze allerlei playlistjes zien, allerlei liedjes die we gemaakt hebben. Dus dat is eigenlijk de beste plek. Wow, mijn mooiste liedje. Ja, dat is lastig. Ik heb heel veel mooie liedjes mogen maken met Emiel Hartkamp. Waar ik me heel blij mee ben. Dat is een hele bekende producer van onder andere van Frans Bauer. Waar ik zelf wel heel trots op ben, is de liedjes die we nu maken. Er zijn allemaal teksten die ik zelf geschreven heb. Onder andere een liedje voor Fleur. Ik heb een liedje gemaakt voor Renate, Geen Nacht meer zonder sterren. Dat liedje ben ik eigenlijk wel heel trots op. Dat heb ik eigenlijk geschreven voor Renate. Maar uiteindelijk toen het liedje klaar was, toen kwamen er ook heel veel reacties van mensen die mensen verloren hadden. Dus die overleden waren. En ik heb hem onlangs ook bijvoorbeeld een keer op een crematie mogen zingen. En dat is wel heel bijzonder. Het heeft wel... Behoorlijk wat impact, ja. Ja, ja. Geen nacht meer zonder sterren. En geen nacht meer zonder jou. Kan het altijd maar zo blijven. Alle tijd voor mij en jou. Nou ja, dat is heel gek. Dat komt dan heel kort bij. Dan maak je dingen en dan... Ik doe het allemaal vanuit passie. Als je dan een tekst maakt en dat gaat over mensen waar je graag bij wil zijn wat dan niet kan, of waarvan je altijd dan denkt, dan, en het is dan je eigen tekst, dan is dat gewoon best lastig. Maar goed, aan de andere kant geeft ook weer natuurlijk dat je dat altijd met bezieling doet en dat je niet zomaar zegt, ik maak liedjes omdat ik leuk gevonden wil worden of omdat het leuk moet zijn. Maar gewoon omdat het dan vanuit je hart komt en echt diep vanuit je hart komt. Ja. Ik heb het ook altijd met optredens bijvoorbeeld. Ik doe het altijd met passie en niet omdat ik dan zo graag leuk gevonden wil worden of zo graag populair wil zijn. Maar gewoon omdat ik het gewoon heel leuk vind om mensen te vermaken. Ik heb bijvoorbeeld, I Can See Your Voice was op de vrijdag op televisie. En dan sta ik op maandag in Randhof.
En dat zijn allemaal senioren. Nou, dat is natuurlijk gewoon geweldig. En als dan die mensen met een lach op hun gezicht jouw optreden zien, ja, dan is dat natuurlijk fantastisch. En dan kan je als klein mannetje die liedjes maken met drie akkoorden en tussenakkoorden, natuurlijk dat geweldig dat je kan doen. Ja, toch? Nou, ik wil wel heel graag vertellen aan de mensen van, goh, als je ooit een keer wat over hebt sponsoren, sponsor de stichting. Want wat ik ook vertelde, dat ben ik echt aan de grond van mijn hart. Dingen die voor ons heel makkelijk zijn in ons dagelijks leven. Naar je werk gaan, met je vrienden meegaan, een hapje gaan eten. Dat is voor ons allemaal heel normaal en heel makkelijk. En voor sommige mensen is dat niet zo. Maar wij kunnen door een hele kleine inspanning toch iets betekenen voor die mensen. En dan wordt er gerekend op de mensen die daar omheen zitten. De sponsoren, familieleden. En we rekenen op jullie hulp. En we hopen ook dat we daar ook op kunnen rekenen.